Vandaag gaan we weer op pad om u te laten zien wat voor werk de mensen hier zoal doen. Kijkt u mee naar Werken in de Veluwe. In onze serie Werken in de Veluwe zijn we vandaag midden in de Veluwe terechtgekomen. En wel bij de heer Bongaerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is een piepklein zaakje midden in de Veluwe. Meneer Bongaerts, wat doet u hier zoal? Schoenen herstellen. Wat met schoenen te maken heeft, dat doe je herstellen. Ja, en dan vraag ik me af, hakken, ritsen? Hakken, ritsen, hele zolen, kant en klaar. En ja, wat de mensen wel willen hebben. En ritsen, tassen, alles kan komen. En dat doe ik ook nog met plezier ook nog. Nou, dat is sowieso goed om te horen. U werkt vooral met lederen artikelen? Ja, ondanks dat het tegenwoordig ook veel ander spul is. Even voorzichtig zijn wat ik zeg. Dat was heel netjes uitgedrukt. Maar u houdt het dus vooral op leer wat er bestaat? Ja, dat is ook het fijnste. En daar kom ik ook vanaf. Kunt u dat nader uitleggen? Daar kom ik ook vanaf? Mijn vader was schoenmaker. Als u dadelijk eventjes om de hoek kijkt, dan hangt die boven en die controleert men overdag. Ondanks dat je al dik in de 20 dan niet meer is. Oké, zelf ziet u er ook niet meer piep uit. Ik neem aan dat u al, sorry, maar ik neem al dat u dus al jaren in het vak zit. Ja, ik ben er ook 20 jaar tussenuit geweest. En dan heb ik in de bouw gezeten, op papierfabriek. En dergelijke dingen, maar dit is mijn ideaal. En hier zal ik ook wel weggaan. Nou, we gaan ervan uit dat dat voorlopig nog niet is. Want als ik hier eens rondkijk, dan is er nog van alles te doen. Hè? Daar staan allerlei schoenen, ik zie hier jassen, tassen. Die gaat u allemaal nog repareren? Natuurlijk, dan moet van de week nog klaar. Hè? Ja. En volgende week weer nieuw, hoop ik. Als ik hier wel eens langs kom fietsen, dan zie ik niet meteen dat hier nou een schoenmakerij zit of een ledermakerij zit. Zit u al lang hier? Ja, meer dan 30 jaar. En weten mensen u goed te vinden dan? Mond-op-mond reclame. En af en toe een keer op Kuiks TV, hè, noemen ze dat. Ja. En anders, ik maak verder geen reclame. Alleen het spul goed herstellen, dan zijn ze ook tevreden en dan praten ze wel door. Ja, mond-op-mond reclame, dat werkt het beste bij u, denk ik. Ja, zeker weten. Ja. Wat vindt u nou het leukste aan uw werk? Wat vindt u het leukste om te doen? Als de mensen die schoenen komen brengen, even een praatje maken. En dan vragen ze, kan dat zo? En dan geef ik advies of het wel zo kan. En als het niet zo kan, dan wordt het... Leg ik uit wat het beste is. En meestal moet ik het dan zo doen. En dan later zijn ze tevreden. En dan weten ze ook wat ze krijgen. 100% moet het zijn. Is het een die keer fout, terugkomen. Niet bij andere mensen over praten. Maar met de schoester zelf. Ja. En dan krijgen ze het allemaal weer goed van elkaar. Zoals ik al zei, u zit midden in de Veluwe. Ja. Heeft dat voordelen voor u om hier in de Veluwe te zitten? Dat heeft voor mij heel veel voordelen gehad. Maar dat is niet precies zakelijk. Want dan kun je beter midden in Kuik zitten. Maar ik zit nu op een leeftijd dat ik hier nog wel jong kan blijven. Zolang als ik te wil. Ja. U brengt veel uren door hier in deze kleine ruimtes? U zegt kleine ruimtes. Maar ik vind het voor een schoenmakerij een gedeelde. Ik kan mijn eigen dag uitleven. Ik kan mijn eigen hier uitleven. En als het binnen niet in orde is, dan ga ik hier naartoe natuurlijk. Dan mag het toch wel bij, of niet? Ja hoor. Dus u heeft hier een prima eigen plekje, begrijp ik wel. En je ziet zelf, als ik mijn hoofd naar buiten, ik zie alles voorbij komen. Mooi, lelijk. Heeft u ook speciale openingstijden hier? Ja. 's Morgens vroeg 9:30 tot 's avonds
op het moment wat tot 5. Koopt u ook nog nieuwe artikelen hier of is het gewoon alleen de reparaties? Alleen maar de reparatie, ja, een keer een veter, ja, maar alleen dan zwart of bruin en een bepaalde schoenpoets, die verkoop ik ook. Maar dat is voor alle schoenen geschikt. Tassen maak ik zelf, als ik wat leer aangeboden krijg en die hangen buiten. En dat, ja, portemonneetjes en dergelijke dingen. Ja, maar dat zijn dan dus ook handgemaakte dingen door u? Ja. Niet, er komt niks van de fabriek af hier die u hier nog verkoopt. Dank u wel voor de tijd. En zou ik het nou ook even mogen proberen nog? Wat wil je weer snijden? Een schoen maken. Dat zou je wel willen, maar ik geef geen garantie, hè. Die vingertjes die ze nou aan zitten, die blijven er, die kunnen, als je dat niet doet, blijven ze eraan zitten. We zullen eens kijken of het lukt. Dank u wel.